Elke dag een warme maaltijd voor ouderen, mensen met een beperking of chronisch zieken. Daar zorgen de vrijwillige bezorgers van Treeman Maaltijdbezorging voor. Maar die zijn op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers zoals Gerco. Ik rij rond 10:45 thuis weg. En dan rij ik hier achter ons naar bij Goezaten, de keuken. Daar halen we de maaltijden op. Voor Werk en Dam worden de maaltijden hier opgehaald. En tevens voor Sleeuwijk worden de maaltijden hier bereid. Dus die worden ook hier vandaan opgehaald. En ik pik de maaltijden op. Dan sorteer ik ze netjes in de kofferbak op volgorde van bezorging. En dan ga ik me rondrijden. Oudere mensen die eigenlijk niet meer in staat zijn zelf hun eigen potje te koken. En enkele jongere mensen zitten erbij die ook gewoon net uit het ziekenhuis komen of iets dergelijks. Waardoor ze niet meer zelfstandig kunnen koken. Er zijn tijdelijke bij, maar de meeste die zitten er wel vast bij. Ik rij op maandag rond de 24. En dat zijn 24 mensen die dan zeg maar de maaltijd krijgen bezorgd. Ja, en dat zijn dan of alleenstaande of soms ook echtparen. Dus dan heb je gelijk tevens twee dozen. En de lege dozen van de voorgaande dag, die neem je ook weer mee. Er zijn mensen die rijden twee, sommigen misschien drie keer in de week. Het rouleert wel, maar toch komen er nog steeds vrijwilligers tekort. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Kijk eens aan, uw warme maaltijd. Dankjewel. Alles in orde? Prima. Waarvoor ben je dit gaan doen? Omdat ik zelf sinds 3 jaar ben afgekeurd en je wilt toch nog iets te doen hebben natuurlijk. En dit is precies goed voor mij. Dit is neemt 1,5 uur tot 2 uur in beslag. En dan, ik rijd er op maandag en dan hier haal ik wel voldoening uit. En ook omdat mijn eigen opa en oma vroeger de maaltijden hadden via maaltijdbezorging. Ja, dat als de maaltijden niet meer worden gebracht, dan hebben die mensen ook geen eten meer. En een stukje sociale controle is ook gewoon fijn. Het contact wat je met de mensen hebt, ze zijn allemaal dankbaar dat je komt. Dus ik haal er wel voldoening uit. Zeggen ze dan ook wel eens dat het gesmaakt heeft? Zeker. Ik vraag erom en nee, heeft het gesmaakt? Ja, wel prima, dankjewel. Wie interesse heeft om het gezellige team van Werk en Dam te versterken, mag altijd een keertje meerijden met iemand.